Hoi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Zoals jij de titel hebt kunnen zien, heb ik een action shoplog voor je. Ik had namelijk weer wat dingetjes nodig bij de action. En helaas hadden ze sommige dingetjes niet. Ik ging bijvoorbeeld voor wasmiddel en voor bakjes en nog wat andere dingen. De wasmiddel hadden ze niet. Maar zoals het waarschijnlijk wel een bekend fenomeen is bij de action, ga je voor een paar dingen en kom je met heel veel thuis. Dat was in mijn geval ook zo. Ik heb ook nog twee items van de Vibra die ik je ga laten zien. Maar de rest is allemaal van de Action. Dus mocht je benieuwd zijn naar de spulletjes die ik dit keer kocht bij de Action, kijk dan even gezellig mee met deze video. Zoals altijd zal ik de prijzen in beeld neerzetten. En begin ik even met de twee items van de Vibra. Ik had namelijk babykleertjes nodig voor de baby van mijn zusje. Als cadeautje. En ik kocht een rompertje. En hier staan katjes op. Ik weet niet of je hem heel goed kunt zien. Ik vond hem wel heel erg leuk. Dus die heb ik gehaald. Het zijn slapende katjes, liggende katjes. Ik vind het heel lastig, babykleertjes. Want ik ben zelf niet in de baby scene. Dus ik vind het heel lastig wat ik moet halen. Maar ik heb deze in maatje 50, 56 gekocht. Dus die vond ik wel heel erg schattig. Dit is denk ik wel echt een maatje die ze aan kan als ze geboren is. Omdat het ja, echt voor de zomer is. Dus dat is allereerst deze die ik even hier neer ga leggen. Want ik denk dat de katten het heel leuk vinden. En wat ik ook nog kocht is dit schattige shirtje. En hier staat Grow with the Flow op. Met een soort roesmoutjes. En die vond ik gewoon heel erg schattig. En aan de achterkant knoopjes. Ik moet zeggen, ze hebben echt hele leuke kleertjes bij de Vibra en bij de Zeeman. Ook voor een laag budget. Maar ik was dit keer bij de Vibra, namelijk bij de Vibra gekocht. Dit is ook maatje 56. Dus ook leuk voor de zomer. Dus die vond ik ook wel heel erg schattig. Dus dat waren even de twee items van de Vibra. Nu ga ik gelijk door met de items van de Action. Ik kocht weer eventjes setten met bakjes. Die had ik dus nodig voor mijn lipgloss bak. Die wil ik helemaal gaan vernieuwen. En daar had ik dus mandjes voor nodig. En ik heb de Flex Mini Trays gekocht. Ze hadden niet heel veel mandjes moet ik zeggen. Maar deze hadden ze wel. En deze kun je voor heel veel doeleinden gebruiken. Dus daar heb ik een 3-pak van gekocht. En dan kocht ik dus een kleurtje van. Ik heb ze een beetje in mint groen en een soort blauw kleurtje. Ze hadden niet heel veel keuze. Maar ik dacht, dan heb ik in ieder geval weer even twee setjes met 6 mandjes. En dan kan ik weer eventjes vooruit. Dan heb ik ook een kitchen cleaner gekocht. En dit is een lime and black pepper kitchen cleaner. Dit is een merk wat Action dus heeft met eigen spulletjes. En ik moet zeggen, ik heb hier alleen nog een luchtverfrisser voor gebruikt. Die vond ik heel erg fijn. En toen zag ik dus dat ze heel veel spullen hadden van die lijn. Toen dacht ik, nou dat lijkt me wel eens fijn om te proberen. Ik heb eigenlijk niet echt een reiniger voor de keuken. Dus ik dacht, nou het is zo goedkoop. Laat ik dit gewoon eens een keer proberen. Dus hier ben ik ook wel heel erg benieuwd naar of dat dit werkt. Dan heb ik een étagère gekocht. Die had ik even nodig voor een doel. En die kun je dus heel erg leuk. Je ziet op de achterkant bijvoorbeeld al dat ze er allerlei koekjes en zo hebben opgelegd. Het is gewoon leuk om neer te zetten met lekkere dingetjes erop. Dus ja, die had ik even nodig. Het is, de onderkant is 22,5. Dan heb je 18 en de boven is 15. Dus hier kun je gewoon leuke dingen opzetten. Dus ik dacht, nou die wilde ik al heel lang hebben. Die had ik nu even nodig. Dus dat is deze. Je moet hem wel zelf in elkaar zetten. Kijk, stap in de vaatwasser kunnen, die heb ik niet. Maar nou ja, gewoon even zo'n ding. Dan heb ik een mascara gekocht. En dit is van de XOXO lijn. Dit is van Makeup for Rebels. Dat is deze mascara. Ik was hier wel heel benieuwd naar of dat deze wat zou doen. Het is gewoon een zwarte mascara. Het heeft een 3D rubber brush. En geeft je wimpers een diep zwarte kleur. Met deze intense black mascara. Dus ik ben hier heel benieuwd naar. Nou, hier zal een review van online komen op mijn blog. Dan heb ik dit tuindoek gekregen. Ik wilde mijn dingen wat opleuken. Mijn balkon en ook bij mijn voordeur wil ik het wat opleuken. En toen heb ik deze gekregen. Die heeft een hele mooie rug. Het is deze. Ik weet niet of het heel goed zichtbaar is. Dat is deze geworden die ik heb gekregen. Dus die vond ik ook wel heel erg leuk. Maar die heb ik dus gekregen. Dus die ga ik nog ophangen.
Dan heb ik een facial blush. En deze is voor een cadeautje. Ik heb deze zelf al gekocht en die vond ik heel erg handig. En ik had ook even een cadeautje nodig. Dus toen dacht ik, nou dan haal ik dit. En deze heeft dus een massagekant en een bump design. En die achterkant bijvoorbeeld. Deze kant die is heel fijn om gezichtskleur mee aan te brengen. En deze kant kun je ook heel fijn gebruiken om een face cleaner aan te brengen. Ik gebruik het zelf altijd onder de douche en dat werkt echt super fijn. En deze borstels zijn er heel fijn voor. En ik had ook nog eens de laatste, dus dat was top. Dus dat is een cadeautje. Dan heb ik stickers. En ze hadden weer hele leuke nieuwe stickers. Dit zijn embossed stickers en ik heb er eentje met dieren. Vond ik wel heel leuk. Die schaapjes hier zo en een vogeltje en een konijntje. Dan ben ik al snel verkocht. Hele leuke designs. Op de achterkant heb je een jurkje bijvoorbeeld. En bloemen. En nog weer twee konijntjes. Die vond ik echt super schattig. Die kon ik niet laten liggen. Ik heb ook nog een hele leuke met ijsjes en zo. Dan heb je hier een camera. Je hebt cupcakes, ijsjes, donuts. Nou, allemaal dat soort dingen. En hier heb je dan ook nog, zeg maar, allemaal ronde stickertjes met Aloha Summer, Don't Stop, It's Monday, Let's Do This, Go, Relax, Today is Your Day. Nou, hele vrolijke stickers die gewoon super leuk waren en die ik nog niet eerder was tegengekomen. Die vond ik ook super leuk. Dan heb ik een schoonmaakdoekje. Ik heb er twee. Ik ben dol op dit soort doekjes. Ik heb er eentje met cheetahs erop. Dit zijn van die microfiber doekjes die gewoon heel erg fijn zijn om mee schoon te maken. Het zijn niet de fijnste doekjes. Ze hebben bij de Action de laatste tijd hele leuke designs. Dus ik vond deze heel erg leuk. Verder weinig uitleg nodig. Is gewoon handig. En ik heb deze met een papegaai erop. Die vond ik ook wel heel erg leuk. Het zijn gewoon super fijne doekjes. Waar ik gewoon bij zweer met schoonmaken. En het is gewoon leuk als ze ook nog een leuk designtje hebben. Eerlijk is eerlijk. Dan heb ik... Ja, het zit allemaal een beetje door elkaar heen, zie ik. Nou ja, ik heb hier allereerst een broekje gekocht. Dat is deze. Ik heb hem in een maatje SM. Dit is gewoon een waist brief. Ziet er zo uit. Gewoon een basic broekje lijkt me ook heel handig voor de dagen van de maand, van de week die een vrouw heeft. En ik dacht, laat ik het gewoon eens proberen. Ik heb eigenlijk nog nooit echt broekjes van de Action gehad. Maar ik dacht, nou, kan het eens proberen. Als het goed is heb ik er twee van, maar die zal ik zo nog wel tegenkomen in de tas. Dan heb ik een handdoek. Ik had ook even wat nieuwe handdoeken nodig. Ze hadden helaas niet zo heel veel. Dus ik heb maar één setje van een handdoek en een theedoek. Dat is gewoon deze. Een beetje basic met plusjes erop, kruisjes. Heel basic, maar ja, heb je gewoon nodig. En dit is gewoon een handdoek van 50 bij 50 voor in je keuken. En ik wil het ook allemaal een beetje vervangen. Dus die heb ik maar even meegenomen. En dat kun je gewoon steeds aanvullen, omdat ze nu niet zo heel veel hadden dus. En daarbij heb ik dan ook een bijpassende theedoek. Dat vind ik altijd wel leuk. Je ziet er dan zo uit. Is eigenlijk niet heel bijzonder, maar wel gewoon ja, heel praktisch. En hij is ook wel lekker groot. Dat is wel ideaal met afdrogen. Want ik ben iemand die moet dezelfde afwas doen. Ik heb geen luxe van een vaatwasser. Dan vind ik het wel handig als hij ook een beetje groot is, een theedoek. Hoeveel millimeter? Dit is 65 bij 65. Dus dat is wel echt super fijn. Staat er trouwens ook op dat deze kan bij elkaar matchen. Dus dat is wel super leuk. Ik hou er wel van als het ook matcht. Dan heb ik nog een lipstick gekocht. Die komt ook uit die XOXO Makeup for Rebels lijn. Dit is de kleur 332 Merlot. Het zijn shiny lipsticks. Ik had hier al twee kleuren van gekocht. Toen zag ik dat er nog eentje was. En hier komt ook nog een review van online. Maar ik ben wel heel erg benieuwd naar deze lipsticks. Hier kun je dus een review van verwachten op mijn blog. En hier zit ook nog vitamine E in. Dus dat verzorgt je lippen ook nog eens. Dus nou, dikke prima zou ik zo zeggen. Dan heb ik een aantal glittermarkers gekocht. Ik heb vier setjes. En ja, ik hou natuurlijk van de knutseldingetjes. En dit zijn glittermarkers.
En je hebt dan ook nog, zeg maar, peetmarkers en... Ja, zouden deze voor glas zijn? Wacht even hoor. Als ik het hierop zie staan... Oh, geschikt voor alle ondergronden. Glas, porselein, metaal, hout, textiel, etc. Permanent op poreuze ondergronden. Semi-permanent op andere ondergronden. Na het aanbrengen 10 minuten laten drogen. Waterbasis, waterafstoot, niet waterwasbestendig. Oké, je moet ze schudden, drukken en dan schrijven. Ik heb een setje met roze. Het ziet er zo uit, want ik wil ze nog niet laten zien. Ik ga van alles vertellen, jullie hebben ze nog niet eens gezien. Maar dat zijn de roze varianten. Ik ben heel erg benieuwd echt naar deze. Ik ben echt benieuwd of dat dit leuk is, of dat dit werkt. Ik heb de paarse variant. Heel erg leuk, ook ziet dat eruit. Dan heb ik een beetje goud, zilver en brons kleurtje. Ook wel heel erg leuk. En een beetje groen variant. Dus ik ben heel erg benieuwd naar deze stiften. Zul je gaan zien in de vlog als ik ze ga testen. Maar super leuke setjes waar ik dus heel erg benieuwd naar ben ook. En ik vond ook nog de blauwe variant. Ik dacht al, had ik geen blauw, maar die had ik dus wel. Maar die zat toch onderin de tas verscholen. Ik heb hier dus ook nog dat andere broekje gevonden die ik net al liet zien. Dan heb ik oogpotloodjes gekocht. En ik heb eigenlijk vooral zwarte oogpotloodjes. En ik zag deze, dit is een setje van 10. Het zijn 10 oogpotloodjes in, ja, de kleuren staan ook achterop. Het is een anti-matter, burnt cinnamon, terracotta amber, birthday suit, not too hot, firestarter, peach for each, ocean iris, confident concrete en marina. Nou, mij voor wel een hele leuke potloodje. Ik ben benieuwd of dit fijn is. Ik vind het wel leuk om wat meerdere kleurtjes in mijn stash te hebben. Want dan kan je gewoon eens afwisselen. Want het is echt wel leuk om hiermee te spelen. Maar ik heb dus eigenlijk vooral zwart en... Ik geloof wel iets van blauw, maar dat is een hele andere blauw. Dus ik dacht, nou, het lijkt me wel leuk. En gewoon eens om te kijken of dat dit werkt. Dan heb ik een coloring book with quotes. En dat is deze. Het is een boekje en hier zitten, deze kun je dus inkleuren. Een kleurboek en boek en hier zitten quotes in. Dus het is eigenlijk gewoon een, ja, basic kleurboekje. Waar je dus ook allerlei quotes in hebt zitten. Zitten er 40 in. En hier heb je bijvoorbeeld a flower does not think about counting with the flower. Next do it. It just blooms. Nou, dit kun je gewoon leuk inkleuren. Gewoon leuk om te doen. See the beauty in everyday thing. Nou, super leuk boekje. Ik dacht, nou, lijkt me wel leuk om gewoon eens... ook wat meer te kleuren. Het is ook echt wel voor volwassenen, want voor kinderen lijkt me dit best wel moeilijk. Maar ik vond het wel een heel erg leuk boekje. Dan heb ik hier nog glitters. Ik had hier al een aantal van en eigenlijk had ik nog geen rood-roze. Dus die vond ik ook wel heel erg leuk. Dus die ga ik ook binnenkort eens even proberen. Dus die vond ik wel heel erg leuk. En er zitten echt hele fijne glitters bij, maar ook een aantal wat... Ja, dit zijn wat meer... stevigere glittertjes. Nou, superleuke glitters in ieder geval. Waar ik benieuwd naar ben. Dan heb ik een protective case gekocht. En dat is deze. Dit is een case voor de AirPods. Als je mijn vlogs volgt, heb je kunnen zien dat ik laatst AirPods heb gekocht. En daar hebben ze bij de Action dus nu hoesjes voor. Super handig. Je had hem in verschillende kleuren. Je had zwart en roze bij de Action waar ik was. Ik vond roze heel erg leuk. Maar ik heb voor zwart gekozen. Want ik denk dat het wordt iets minder snel vies. Er zit ook een haak bij, zodat je hem aan je broek kan haken. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ga ze straks gelijk om mijn hoesje doen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat staat. Om de case. Want ik ben wel heel benieuwd hoe dit werkt. Maar super ideaal dat Action dat ook heeft. Want het is echt super goedkoop. En ja, bij andere winkels betaal je al snel een hoop meer geld. Dan heb ik placemats gekocht. Dat zijn deze. Ik heb nu stoffen placemats. En dat werkt heel goed. Alleen... als je er regelmatig van eet, je moet ze wel regelmatig wassen. Want als je knoeit, dan kun je het niet zo makkelijk afnemen. En ik kom er soms wel eens achter dat ik dan een placemat nodig heb. En ze allemaal in de was zitten. Dus ik dacht, nou, gewoon plastic placemats is ook niet echt verkeerd om te hebben. Ik
weet niet. Dit is de variant van de Tastes Delicy Yummy. Je had deze vier varianten. Ik vond trouwens de Say Hello Summer ook wel leuk. Maar ik denk, ja, deze die vind ik gewoon vind ik leuk voor het hele jaar door. Dus die vond ik wel heel erg leuk. En dan heb ik er gewoon weer vier. Als ik een keer een placement nodig heb, dan heb ik in ieder geval ook zulke placements in huis. Dan heb ik een lipstick van Rimmel gekocht nog. En dit is de kleur 600 Peach Peachy. Deze is open, dus die zou ik even eruit kunnen halen. Dat is een roze kleurtje, een beetje peachy kleurtje. Heel erg leuk. Bij Action kost Rimmel lipstick echt super weinig. Hier zou trouwens ook wel een review van online komen hoor. Maar ze zitten over het algemeen best wel goed verpakt. Alleen deze was nu toevallig van eventjes open. Over het algemeen zitten ze goed dicht. En ik vind het leuk dat Action ook Rimmel lipsticks heeft. Hij zit zo in zo'n hoesje. Ik weet niet of dit de gangbare kleuren zijn die ze bij de drogist ook verkopen. Dat dit kleuren zijn die er misschien meer uitgaan. Dat geeft op zich niet, want ik vond het wel een heel leuk kleurtje. Dus ik dacht, nou, ik heb een leuke voor bij de collectie. Dan heb ik een koelkast blikjeshouder gekocht. Mijn blikjes die staan nu rechtop en dat vind ik niet zo heel handig. En ik had dit al een tijdje op het oog en elke keer vergat ik het mee te nemen. En nu dacht ik, ja, ik ga er eentje meenemen. Dus die ga ik straks gelijk in de koelkast leggen, zodat mijn koelkast wat mooi opgeruimd is. Hij zou in de vaatwasser kunnen. Nou ja, die heb ik dan niet. Maar je hebt hier heel veel verschillende dingen van deze. Je hebt deze dus voor blikjes houden, maar je hebt hem ook voor vleeswaren en nou, andere doeleinden. Dus zeker de moeite waard als je zulke bakken zoekt om eens bij de Action te gaan kijken. Want ze zijn goedkoop en ze hebben er dus best wel veel. Oké, ik doe weer naar dit tasje, want we zijn er nog niet. Ik heb een bidon gekocht. Ik merk eigenlijk dat ik meer water moet drinken en ik heb mijn dopper, die vind ik heel fijn. Er gaat wel wat minder water in en wat ik vaak lastig vind, dat je het dopje dus af moet draaien. Als je nou onderweg bent, dan kan je hem gewoon zo omhoog doen en dan kun je drinken. Je had deze in verschillende kleuren. Ja, gewoon heel basic. Je had hem ook in het zwart, maar ik vond het roze wel leuk. Ik zie niet hoeveel milliliter hier. Oh, hier gaat 500 milliliter in. Dus dat is best wel veel drinken. Dus ik dacht, nou, dat vind ik wel handig om te hebben. Dan heb ik herbruikbare rietjes. Die zag ik. En ja, rietjes die gooi je normaal best wel weg. Dat is eigenlijk best wel zonde. Maar deze kun je herbruiken. Hergebruiken, stel ook de rietjes aan. Zodat je hem ook bijvoorbeeld in bekers kunt zetten met een deksel. Wat wel heel erg handig is. Maar ik ben heel benieuwd of dat het ook echt werkt. Ik voel er wel heel stevig aan. Want ik denk dat je ze gewoon in een glas water kan zetten of kan omspoelen. Ze zouden in de vaatwasser kunnen, staat er. Je moet het ook wassen voor gebruik. Nou ja, ik ben heel benieuwd naar deze rietjes. Ik dacht, nou, we kunnen het eens proberen. Misschien werkt het wel super goed. Even kijken. Dan heb ik een tandenborstel. Eigenlijk is het een rijstandenborstel. Het lijkt me gewoon wel eens handig om mee te nemen als ik gewoon een dagje weg ga. Soms na het eten vind je het gewoon fijn om even je tanden te verfrissen. Vooral naar sommige maaltijden is dat gewoon heel fijn. En dat is gewoon een handige die je mee kunt nemen. Heel veel mensen zullen hem meenemen op reis als ze nu niet echt op vakantie gaan. Maar ja, het is gewoon een heel compact dingetje. En daar kun je gewoon je tanden mee poetsen. Volgens mij moet er batterijen in. Staat er, ja, dus je moet een AAA batterijtje in. Dus eigenlijk een soort elektrische tandenborstel. En er zitten twee herbruikbare borsteltjes bij. Dus die heb ik even gehaald. Leek me wel handig. Dan heb ik. Ik heb voor mijn voorkant, voor bij mijn deur, heb ik een heel erg leuk treetje gehad. Van mijn moeder. En daar wilde ik wat dingetjes voor hebben die ik erop kon zetten. En daar heb ik wat beeldjes voor gekocht. Allereerst dit hele leuke poesje in een laars met welkom. Die vond ik zo schattig. Ik dacht, ja, die ga ik kopen. Dat past wel echt precies bij mij. Heeft ook een vlindertje vast. Super lief. Dus die ga ik op dat treetje neerzetten. Als je wil weten hoe het er uiteindelijk uitziet,
dan zal het in een van mijn vlogs zal ik dat laten zien. Maar die heb ik dus gehaald. Die vond ik heel erg leuk. Dan heb ik een konijntje met een lampje. Dat lampje moet je volgens mij zelf omzetten. Ik weet niet precies hoe dit werkt. Staat het er ook op? Er zit een batterijtje in, dus je moet hem ergens on en off kunnen zetten. Maar ik zie alleen niet zo goed waar. Even kijken hoor, waar moet dat dan? Het wordt me nog niet heel erg duidelijk, maar ik vond het wel heel erg leuk ook om op dat dingetje te zetten. Alleen zou het nu leuk zijn als ik weet waar het knopje zat, want dan kon ik kijken of die het deed. Ik zie het knopje niet. Nou, waarom staat dat niet op dan? Oh, je moet draaien. Wacht. Geloof ik. Ja. Oh ja, kijk. Nu brandt hij. Ah, leuk. Heel schattig. Deze vond ik gewoon het allerleukste. Met het konijntje. Dus die heb ik ook gekocht. En dan heb ik nog een gewoon staatskonijntje. Die vond ik ook heel erg leuk om erop te zetten. Dus ik dacht, die gaat ook mee. Dus die heb ik ook gekocht. Superleuk om dat in te gaan richten. Dan heb ik nog een aantal maskertjes. Ik heb sheet masks. Ik heb er ook eentje voor Nathalie. En dit is met Charcoal en Sea Shield Extract. Die kun je gewoon op je gezicht leggen. En die moet je dan 15 tot 20 minuten laten zitten en dan even je gezicht reinigen en dan zou je een zachte huid hebben. Even kijken hoor. Staat er verder nog iets op wat van belang is? Zit ook zeezout in. Ideaal voor verstopte poriën en een vettige huid. Nou, die poriën dat komt bij mij wel van pas. Dus ik dacht, nou, leuk om te proberen. En ik moet een soort cadeaupakketje maken. Dus ik dacht, nou, ik kan altijd wel maskertjes in. Dus ik heb er één voor mezelf en ook één voor Nathalie gehaald. Dan heb ik nog een lipstick en dit is van de Go Matte lijn. Ik had hier al een aantal van gekocht, maar ik zag dus dat ik nog één kleurtje niet had. En dat was de 305 Pink Lush. En die heb ik dus nu ook gekocht, nummer 2. Ben ik heel benieuwd. Ja, ook hier zal een review van online komen op mijn blog. Maar het lijkt me hele fijne lipsticks en ik ben dol op liquid lipsticks. En ik vond de kleuren ook super leuk, dus dat is die. Even kijken, we zijn er bijna doorheen. Dan heb ik iets waar ik echt al super lang naar op zoek was. En toen waren ze ineens weer uit het assortiment. En nu waren ze er weer. Dat is de Betty's Jade Roller. Dit is zo'n gezichtsroller. You must have beauty secret. Zou werken voor donkere kringen onder je ogen. Extreme relaxing. Het stimuleert je bloed. En oxygen voor natural glow. Improves skin elasticity. Reduced wrinkles on the face. Helps absorb creams and serums for better results. Hij zegt alleen in het groen, maar ja, ik was hier al een tijdje zo benieuwd. Nou, ik was er al een tijdje naar op zoek en toen had ze hem niet in de kwam ik hem tegen. Toen dacht ik, yes, heb eens. Hij werkt ook ontspannend. Nou ja, ik ben heel erg benieuwd. Er zit een gebruiksaanwijzing in. Het is een natural jade, is het materiaal. Misschien ga ik hier nog wel een review over schrijven. Laat even weten of je dat leuk zou vinden. Of misschien vind je het leuk als ik hem zou testen in de video. Maar ik ben hier super benieuwd naar in ieder geval. Dan heb ik de twee laatste items. En dat zijn deze twee leuke dingetjes. Dit zijn van die, ja, eigenlijk een soort, ja, hoe moet ik dit noemen? Hoe zal ik dit eens noemen? Het lijken een soort bordjes, maar dan voor decoratie. Ik vond dit super leuk om voor mijn blogfoto's te gaan gebruiken. Dus ik dacht, ja, hier word ik wel heel erg gelukkig van. Ik heb, dit is een soort, het is gewoon een blad. En ik heb hem in het zilver en ik heb ook de gouden variant. Want ja, ik vind het leuk om een beetje af te wisselen. Dus ik dacht, nou, dit vind ik super leuk. Je had hem in meerdere formaten. Ik heb er gewoon de kleintjes genomen. Omdat ik dat wel leuk vond. Maar ik ben in ieder geval super blij ook met deze. Want ik vind het heel erg leuk om ook wat accessoires toe te voegen, zeg maar, voor mijn fotografiehoek. Zodat ik wat meer keuze heb om dingen op te leggen. Want ik heb nu best wel een beetje, de keuze is niet zo heel erg ruim. Dus ik dacht, ja, dit vind ik gewoon top. Dan waren
dit alle aankoopjes voor deze keer. Ik ben in ieder geval weer heel erg blij met mijn aankoopjes. Ik ga het weer met veel plezier gebruiken. Ik heb er ook echt heel veel zin in. Ja, ik ben dus echt heel erg benieuwd naar alle producten waar ik gewoon heel erg blij van word. Dus ja, ik kan weer even vooruit. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij het leukste item vond. Want ik deze keer heb gestopt bij de Action. Misschien denk je van, oh, er zit wel wat bij. Dan zou ik ook wel eens voor na willen gaan kijken. Of heb je al ervaring met bepaalde dingen. En laat het zeker even weten bij de comments. Voor nu wil ik je in ieder geval weer super bedanken voor het kijken. Vond je deze video leuk? Doe dan even je duimpje omhoog. Ben je nieuw op mijn kanaal? Kun je je gratis abonneren. Het kan op het rondje met mijn gezicht drukken. En ook op mijn kanaal zelf. Dan kun je dat belletje aanzetten. Krijg jij een melding zodra een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk? Doe even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij een volgende video weer te zien. Doei!